Hoi allemaal, goedendag. Ik ga jullie even laten zien hoe je bij onze website kan komen, zodat we allemaal kunnen zien wat er op staat en wat je kunt doen. En er is ontzettend veel te beleven. Je typt in je adresbalk www.kanjerklas.jouweb.nl. Daar ga je naartoe. Dan kom je hier. Leuke tekening van een van jullie. En we hebben meer fotootjes van potloden. En van wat ik met een andere klas ooit gemaakt heb. Hartstikke leuk allemaal. En hier beneden staat Home. Dat is de site waar je terechtkomt. Hier heb ik altijd even een stukje staan. Algemeen. De jarige van de week wordt genoemd. En hier staat eigenlijk wat je al kunt doen in de periode dat we thuis moesten werken. Hier heb je het kopje rekenen. Dan kun je hier heel veel dingen aanklikken om rekenen te oefenen. Klok kijken, rekenen oefenen, weer klok kijken, dagen van de week, terug naar Skoola, want dat vinden jullie eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Rekenverhalen in filmpjes, vonden jullie op school ook heel leuk. Verhaaltjes sommen oefenen. En er staan wat filmpjes over klok kijken en een leuk filmpje over wat je thuis zou kunnen doen. Ik ga er nu allemaal niet op klikken, want ik vind het juist heel leuk als jullie zelf naar de site gaan om dat eens te doen. Naast rekenen zie je taal. Klik je daarop, krijg je allemaal activiteiten, websites met taal. Taal oefenen online. Dicté afnemen, spelling van groep 3, spelling van groep 4. Ga je een beetje verder naar beneden, scrollen noemen we dat. Dan krijg je ook doe-activiteiten die je thuis kunt doen voor spelling. Ook weer leuke filmpjes. Lezen zit daarnaast. Allerlei sites die jou helpen met lezen. Begrijpend lezen, groep 4, begrijpend lezen, groep 3. Klik je hierop, dan wordt meester Jaap voorgelezen. Een voorleesboek. Allemaal vrolijke dingen om jou te kunnen helpen met lezen. En elke week zal ik proberen het aan te vullen met nog meer filmpjes en activiteiten. Als je echt eventjes iets anders wil dan lezen, spelling en rekenen, wat ik heel goed kan begrijpen, dan ga je hier naartoe, naar filmpjes. Klik hier en dan ga je naar SchoolTV en dan kun je boven in een witte balk typen wat jij leuk vindt om eens te gaan bekijken. Er zijn misschien kinderen die iets over vogels willen opzoeken. Dan ga je naar SchoolTV en dan zoek je iets over vogels op. Hier kun je het jeugdjournaal bekijken en hier filmpjes van huisje, boompje, beestje. Deze site is heel belangrijk, instructie en hulp. Als jij met je huiswerk bezig bent thuis en je hebt zoiets van, ja, ik snap het eigenlijk niet zo goed meer, kun je mij natuurlijk mailen. Maar je kunt ook even kijken op de site bij instructie en hulp. Hier gaat het over instructie van splitsen. Dit filmpje gaat over tientallen en eenheden. Dit filmpje is van klokinstructie. Deze is ook van klokinstructie. Deze is ook van de klok. Hier heb je sommetjes onder de 20 met eierdozen. Hier komt er iedere keer 10 bij. Ga je verder naar beneden, dan kom je op filmpjes van instructie lezen. Hier wordt kern 7 uitgelegd. Hier wordt kern 8 uitgelegd, kern 9 en kern 10. En misschien werk je al in kern 10, maar is het heel goed om af en toe toch nog eventjes dingen van kern 9... 8 of 7 te doen. Herhalen houdt je hoofd lekker fris. Dus best wel een goed idee. Hier hebben we ook de instructies schrijven van pennenstreken. De hoofdletters worden hier behandeld. Hier worden de hoofdletters vanaf de k behandeld. En hier de hoofdletters vanaf de t. Kijk er maar eens rustig naar. Hier heb je ook nog instructie van spelling. Als je verder naar beneden gaat, kun je ook eens rustig kijken. En hier staan wat getallenlijnen die jou kunnen helpen.
gaan we weer helemaal terug naar boven. En komen we bij de doe-dingen. Nou, ik denk dat jullie daar wel dol op zullen zijn. De doe-dingen gaat over knutselen. Allerlei leuke knutselopdrachten. En dit zijn de echte doe-dingen. Dan ga je dus een uitdaging van de gymjuffen aan. Een doe-actie heb ik het genoemd. Verder heb je hier ook nog van Sepsport een leuke instructievideo waar je kunt gaan dansen en bewegen. Allemaal te vinden op Doe Dingen. En heb je nou echt zoiets van, juf, ik moet jou even spreken, dan kun je hier klikken, mail met de juf en hier staat ook klik dan hier en hier is dan een beetje groen. En als je daarop gaat staan, dan kun je mij gaan mailen. Dit is de website waarop ik elke dag wel even kijk, elke dag probeer iets nieuws te bedenken en waar je contact met mij kunt krijgen en filmpjes kan vinden. Ik hoop dat jullie er elke dag even naar kijken, elke dag even een tijdje wat activiteitjes meedoen. Het is echt in plaats van de juf eventjes. Hartstikke leuk en echt van onze klas alleen. Dus, snel naar de website www.kanjaklas.jouweb.nl en kijk goed, hier zijn twee keer de W achter elkaar. Denk niet dat het een vergissing is, want het is echt zo. En een kanjaklas, ja, dat wisten we allemaal. Dat zijn wij. Dag dag, veel plezier!